Welkom. Mijn gast vandaag is geboren in 1956 en studeerde Nederlands in Amsterdam. Hij was onder andere leerling repeater aan de Kleinkunstacademie en na korte tijd gewerkt te hebben als zanger en muzikant, waar ik absoluut op terug wil komen, werkte hij van 1982 tot 2004 voor de Omroep als interviewer, presentator en documentairemaker. En hij werd voor de NOS de zendercoördinator van Radio 5. Daarna was hij lange tijd programmaleider bij L1 Radio in Maastricht. Maar hij deed nog zoveel meer. Zo schreef hij liedjes voor radio, tv, theater en talloze artiesten. Componeerde hij een kindermusical, schreef tekst en muziek voor een internationale kindertelevisie en was componist, producer bij diverse cd's. Hij schreef radioteksten, columns, een radiosoap en hoorspelen voor de AVRO. Hij was een tijdje woonachtig in Frankrijk, maar keerde een aantal jaren geleden weer terug naar Nederland. In Frankrijk begon hij met het schrijven van thrillers. En nu, in 2019, is zijn 9e spannende boek uitgekomen. Met als titel Ik zie je. Hij was in 2013 met Nacht in Parijs winnaar van de Gouden Strop voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Kortom, ik weet zeker dat we ongelooflijk veel gesprekstof hebben in dit programma voor deze artistieke duizendpoot en begenadigd schrijver. Voluit heet hij Michel van Bergen-Henegouwen, maar voor het schrijven van thrillers gebruikte hij een pseudoniem. Michael Berg. Ja, dat is een stuk korter, hè? Kijk, dat gaat erop, Michael Berg, dat kun je nog kwijt als hier. Ja, maar ik vind Michel van Bergen-Henegouwen. Ik vind het zo'n ongelofelijke mooie naam. Het is een prachtige naam, maar ja, het is te lang. Toen ik bij televisie werkte, hadden we ook altijd het probleem. Ik kon niet op de aftiteling. Ja, dus ja, nou ja, dan moesten altijd twee regels en dan werden andere mensen weer boos. Dus toen ik schrijver werd en bedacht, ik moet een naam. Ik kan nu een naam bedenken, want je begint een soort nieuw leven. Toen dacht ik, nou, Michael Berg, dat lijkt me wel mooi. Michael Berg. Michael is mijn doopnaam. Ja. En Berg is gewoon de afkorting van Bergen-Henegouwen. Dus simpeler kan het niet. Goed. God. God. Twijfelgeval. Ik heb ooit geloofd. Is heel erg geloofd zelfs. Ik heb zelfs ooit nog gedacht dat ik een roeping had. Dat ik naar het klooster moest. Ik heb ook nog kerkmuziek geschreven, zelfs nog teksten voor kerkmuziek, gelovige teksten. En toen is er ergens iets misgegaan. Er is iets, maar ik weet niet of ik dat God moet noemen. Maar ik heb veel respect voor de mensen die geloven. Goed. Schrijver of muzikant? Ja, tegenwoordig schrijver, maar in mijn hart blijf ik muzikant. Ik vind muziek toch, eerlijk gezegd, dat niemand anders het hoort, ik vind muziek toch het mooiste. Ja, ik heb gelezen, dus zanger, muzikant heb je van tevoren gewerkt? Ja, geprobeerd. Ik ben op die Kleinkunstacademie terechtgekomen in Amsterdam. En ik zong natuurlijk liedjes vroeger op de middelbare school. Wij hadden in Heerlen, ik ben geboren in Heerlen. Op het Bernardines College deden we mee met de Januskop, zeg je dat wat? Ja. Zo'n culturele wedstrijd. Ja. Bernardines, Clara College. En hoe heette ze? Grootsjes. Nou, ieder jaar zo'n wedstrijd. En ik begon als brave gitaristje met klassieke muziek mee te doen. Toen zat ik in de tweede klas. En toen ik op de zesde klas zat, toen was ik inmiddels gaan zingen. Want optreden met klassiek gitaar, dat was niet echt... Het was wel een succes, maar er waren geen meisjes die keken. Dus toen ik begon te zingen, toen veranderde alles. Dus ik dacht, nou, dan word ik zanger. En toen heb ik de Januskop gewonnen. Fantastisch. In de Schouwburg in Heerlen, volle zaal. Ja, dat was toen nog volle zaal. Prachtig man, echt fantastisch. Staat volgens mij niet meer. Nee. Ik kan je ook vertellen hoe het is misgegaan, maar dat is een heel ander verhaal. Franse wijn of Nederlands bier? Franse wijn. Ja, dat is een makkie. Geloof je sterrenbeelden? Nee. Radio of tv? Radio. Ja, ik ben een radioman. En ik ben bij televisie begonnen in Hilversum. En ben daar, na 2 jaar ben ik daar weggegaan. Grote redacties, veel geouwoer, veel vergaderen en met name heel veel mensen die moesten meepraten over een programma waarvan ik dacht, wat een gedoe, ingewikkeld. En bij radio kon je gewoon in je eentje aan de slag, iedere week een uitzending maken. Dat was mijn ding. Wat had je voorkeur? Mijn voorkeur, wat bedoel je bij radio? Ja.
Documentaires? Of? Ja, uiteindelijk ben ik documentaires gaan maken. En dat vond ik het allermooiste. Ik ben begonnen met gewoon iedere week een programma over taal, cultuur, muziek. Daar heb ik jarenlang dat soort programma's gemaakt in Hilversum. En toen ontdekte ik de radiodocumentaire. En dat is eigenlijk het allermooiste wat er is. Want dan ga je dus op zoek naar mooie mensenverhalen. Ga je heel veel materiaal verzamelen. Ga je dat weer monteren om er een programma van 40, 50 minuten van te maken. Maar vaak had ik 20, 30, soms wel 40 uur materiaal op band staan. En dat moest dan allemaal geknipt en gemonteerd worden. En uiteindelijk is dat documentaire maken, dat knippen en plakken, dat lijkt heel erg op schrijven. Ja. Want dan vertel je ook een verhaal. Ja. En dat ga je ook als je een beetje goede schrijver bent, ga je dat op een handige manier vertellen. Niet op beroep. Nee, maar zorg dat de lezer het spannend vindt. En af en toe, ik heb ook vaak dat ik, wat dat betreft ben ik ook wel weer een jongen van de televisie. Maar als ik een boek schrijf, dan heb ik altijd, ja, ik heb altijd een camera die ergens staat. En dan kijk ik rond, dan zie ik dingen. En op een gegeven moment denk ik, zo, nu zetten we de camera weer eens op een andere plek. Zo, even een verandering, een nieuwe scène. Andere omstandigheden. Misschien zelfs een ander personage waar je dan in het hoofd kruipt dat je die gedachten meemaakt. Nou, dat vind ik spannend. En de techniek daarvan, kom ik nu achter, heb ik uiteindelijk geleerd bij de radio. Maak je van tevoren een soort spoorlijn? Soms. Of ik begin halverwege dat ik denk, dit gaat uit de hand lopen. Ik moet nu administratie gaan bijhouden. Heb je van tevoren echt een idee in je hoofd? Hoe het afloopt? Ik heb twee boeken van jou gelezen. Ja. Hotel du Lac. Hotel du Lac heb je gelezen. En ik heb een boek gelezen, dat was een erg leuk boek. Een echte vrouw, volgens mij. Een echte vrouw. Ja, ja. Over dat internaat in Frankrijk. Ja. Ja. En dan vind ik, wat ik daar knap aan vind, is dat het is wel wat je net zegt, dat het zo'n wending gaat krijgen. Ja, maar dat hoort, hè. Ik schrijf spannende boeken. Dus je moet wel zorgen dat het spannend is. En dat, dus het verhaal, als je van tevoren al weet hoe het afloopt, dan als lezer, ja, dan denk je, nou, dan word je niet verrast. Maar dit boek bijvoorbeeld, Ik zie je, is begonnen met een beeld. Een beeld van een schrijver die een writersblok heeft. Dus er komt niks uit. Die heeft al jaren geen boeken geschreven. Huurt een gîte in Zuid-Frankrijk en moet daar gaan schrijven. Maar schrijft niet. Rookt en drinkt en begint uit verveling een beetje om zich heen te kijken. En aan de overkant is een zwembad en daar zwemt een vrouw. En die schrijver, die raakt gefascineerd door die vrouw en is uiteindelijk getuige van een moord. Nou, dat is het beeld wat ik had. Dus ik begon daarmee te schrijven en de schrijver was een man. Toen dacht ik, nou, die man die naar die vrouw gaat gluren, dat vind ik eigenlijk een beetje goedkoop. Dus toen heb ik van de schrijver een schrijfster gemaakt. Oh. En toen vond ik het al een stuk spannender worden, ook voor mezelf. Dat ik dacht, wat gaan die met elkaar doen? Of niet? Ja. Nou, meer wist ik ook niet. En dan ga ik gewoon schrijven en dan ontdek ik gaandeweg wat de mogelijkheden zijn. Doet me overigens wel denken aan een film uit de jaren 40 van James Stewart. Ja, Rear Window. Ja. Hitchcock, klopt. Nou ja, weet je, alles is al een keer gedaan. Ja, nee, dat maar, bedoel ik niet. Nee, maar dat natuurlijk. Het kijken, het bespieden. Ja, ja. We zijn allemaal een beetje voyeur. We zijn allemaal voyeur. En er zijn meer boeken in deze stijl. Alleen wat hier gebeurt, gebeurt in geen enkel ander boek. Laat mij een beetje voyeur zijn in jouw leven. Ja. En foto. Kijken naar moeder, de pony en een jongen, toen nog Michel. Ja, hoewel ze me toen al Michel noemde hoor. Oh. Ja, dat is mijn doopnaam. Dus dit is, even kijken, ik ben hier geloof ik een jaar of 3, 4. En dit is bij de Welte Vijver. Ja. Geboren in Heerlen aan de Bekkerweg, ja. Bij het Bekkerveld. En nou ja, we gingen natuurlijk. Ik was de oudste, het eerste kind van de familie. En ging dus veel naar buiten. Met mijn moeder werd ontzettend verwend. Ook door ooms en tantes. Want ik was het eerste kleinkind in de familie, dus dan krijg je veel aandacht. Waar komt het van Bergen-Henegouwen vandaan? Mijn grootvader kwam uit Den Haag en is in de jaren 20, omdat er geen werk was, of de jaren 30, weet ik niet precies, naar Heerlen verhuisd. Is daar een garage begonnen, samen met zijn broer. Op een gegeven moment hadden ze zelfs twee garages, kregen ze ruzie. En mijn grootvader, die ik nooit gekend heb, die had een garage en een café aan de Akerstraat. Nee. Café Royal, dat heette vroeger de Zwarte Ruiter, maar dat werd toen omgedoopt in Café Royal. En daar was hij zelf de beste klant. Dus dat is niet echt een groot succes geworden. Waar vroeger Vogelsang zat, weet je, ja, op die hoek. Ja.
Nou, daar zat vroeger het café van mijn grootvader en de garage. En dat was een grote concurrent van Bijsmans. En natuurlijk veel klanten van het toenmalige ziekenhuis. Precies, precies. De Weverziekenhuis, ja. Michael, je vader was kunstenaar. Mijn vader was, was schilder. Armand van Bergen Henegouwen, ja. Hij was kunstschilder. Tot hij mijn moeder leerde kennen. Want die had iets van, nou, daar komt geen droogbrood binnen. En dat was natuurlijk ook zo. Toen heeft hij een akte gehaald en is hij docent geworden. Tekenleraar en kunstgeschiedenis. Is gaan lesgeven aan het Clara. Later het Corjovalm College. En heeft, nou, dat heb ik ooit uitgerekend, ongeveer 10.000 meisjes in Heerlen leren tekenen. Waaronder mijn huidige vrouw. Dat is wel weer grappig. Ja. Ja. Kom op terug. Ja. Dit is is geen mislukte carrière, want dat heb je eigenlijk niet zo. Nou ja, hier was nog geen sprake van een carrière. Dit is een foto uit de kerk. Want muziek en kerk gingen toen. Met koren. Ja, dat ging toen allemaal hand in hand. Met BP-koor? Ik zat in het BP-koor. En daar is die muziek begonnen, want ik zat in het BP-koor. En ben toen begonnen om voor het BP-koor allemaal liedjes te schrijven. Kerkmuziek. En dat werd nogal populair. En ik vond het hartstikke leuk om die nummers te schrijven. En die werden vervolgens door een band en een koor uitgevoerd. En later zelfs nog in een bundel zijn ze uitgegeven. Geil? Hoezo wat geil? Ja, te gek. Ja, heel veel galm en ja, zo. Te gek. Nee, het was ontzettend leuk. En toen ben ik dus ook gaan zingen. Ja. Ja. Dit is uit die periode. Kleinkunstacademie. Ja. Dit is een kleinkunstacademie, ja. Samen met Jan Elbertsen en Wil Heijns. Jan Elbertsen is nog steeds mijn beste vriend. Die zat een paar jaar boven mij in de kleinkunstacademie. Wil Heijns was docenten, dansdocenten. En wij waren een groepje begonnen. Lift. En we zouden het helemaal gaan maken. En we waren door Buma Stemra uitgekozen om een soort talententraject. Zouden we dan langs de Nederlandse theaters gaan. Maar we waren drukker met marketing en het maken van buttons en leuke foto's. Uiteindelijk hebben we een programmaatje gemaakt van een half uur. Dat was echt zo slecht. En vervolgens hebben wij ook zelf bedacht van, weet je wat, laten we het niet doen. Maar dat was in de periode dat ik nog dacht dat ik zanger zou worden, artiest. Waren het liedjes en sketches? Nou, het was een soort mini-musical. Met moi aan de piano en die twee speelden de hoofdrollen. Speel je ook nog piano? Ik speelde, ja. Gitaar, piano? Ja, nou ja. Doe je dat nog wat aan? Piano speel ik nog steeds, ja. Ja. Dat is wel leuk, hè. Dit is lang 40 jaar geleden? Dit is heel lang geleden. Ja, ik denk dat ik toen 22 was. Ja, dus 40 jaar geleden. Nee, maar dat was wel, dat is een bekend verhaal. Want ik was als zanger, had ik wel wat snabbels bij voor de radio in Hilversum. Maar goed, het was in de periode dat ongeveer iedere C-artiest toen daar mocht optreden. Dus ik ook. En er was een bekende producer van de Tros bij het programma Café Chantant, die viel nogal op mij. Was natuurlijk een nicht. Ja. En die zei op een gegeven moment tegen mij, Michel, god, hartstikke leuk als je volgende week weer komt zingen. Je krijgt gewoon een contractje en geld, maar dan zenden we het niet uit. Dat meen je niet. En toen dacht ik, oké, nu is het duidelijk, ik word geen zanger. Dus toen heb ik ook meteen besloten, nou dan ga ik op zoek naar ander werk. En toen ben ik heb ik gereageerd op een vacature bij de Omroep. Waar ben je begonnen? Bij de RVU. De Radio Volksuniversiteit. Ja. De educatieve omroep. Ja. Dat klinkt allemaal heel saai, maar het was een ontzettend leuke club. Beetje VPRO-achtig. Links. We waren heel vrij. We hadden heel veel geld. Ja. Want educatieve programma's kosten geld. Ja. We kregen 10.000 gulden voor een uur radio. Moet je nagaan. 10.000 gulden. En daar kun je echt hele mooie programma's van maken. En dat hebben we dan ook kunnen doen. Dus ik heb echt de gouden jaren van de omroep mogen meemaken. Dit was ook. Deze foto is gemaakt in Mexico 1992. Daar was ik voor een lange reis in Midden-Amerika om alle landen te bezoeken waar Columbus 500 jaar eerder was geland. We maakten een serie over 500 jaar na de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Columbus. En gingen daarvoor naar Santo Domingo, naar Mexico, naar Panama, naar Colombia. En omdat, het zijn allemaal Spaanstalige landen, om daar te kunnen werken, werd ik door de omroep, ook weer fantastisch, 2 weken naar de nonnen in Vught gestuurd om Spaans te leren. Ja. En dan wordt het dus erin geramd.
En dat, ik, ja, dus... ik vraag me eigenlijk af hoe dat iedereen gaat er 14 dagen naartoe en je spreekt Duits. 14 dagen naartoe, je spreekt precies. Engels. Ja, en ik sprak dus ook, want ik was 6 weken lang in Midden-Amerika. Ik kon Spaans spreken. Ik kon alles verstaan. Maar alles, zeg maar, over de onderwerpen waar die programma's over gingen. Ik kon daar geen gaszaden verkopen. Nee, of zo. Nee, maar ik kon wel vragen hoe het met de Indianen was en met de vrouwen en met de prostitutie en allemaal dat soort onderwerpen. Alle ellende natuurlijk, waar wij naar op zoek waren. Want ja, bedoel, het zijn allemaal landen waar het niet zo geweldig gaat. Dus dat was ook weer dankzij die RVU die dat gewoon betaalde. Dankzij die subsidie. Ja, zeker. Maar goed, is ook op. We hebben het opgemaakt. Dit heb je ongesubsidieerd gedaan, hè? Ik heb eerst het huis gekocht. Boah, ja. Frankrijk. Dit is Frankrijk. Jouw jij naar Frankrijk. Ja. Plotseling, dat herken ik me herinneren van want je bent... Na al die Hilversum avonturen, zal ik maar zeggen. Uiteindelijk in Maastricht beland. Kwam je in Maastricht, ja. Bij L1. Ja, daar kennen we elkaar van. Ja, daar werd je de grote baas bij de radio. Yes. De grote man die de programma's maakte, liet maken bij de radio. Ja, Hollandse Limburger. Ja, en toen stopte hij opeens. Boom. Ja, klopt. Ik ben een tweede. Michael van Bergen-Henegouw is gestopt. Boom, klaar. Ja. Toen ging je weg. Nou, die ging naar Frankrijk. Ja, precies. Mijn vrouw had het gezien in Nederland en zei, goh, als we nou de tent hier verkopen. We hadden al een huisje in Frankrijk. Dan kunnen we daar prima leven van al het geld wat we overhouden. Want als je huis verkoopt, heb je geld. En wij hadden dus iets meer dan 2 ton. En dat was genoeg om het, hadden we uitgerekend 20 jaar van uit te zingen. En ik had iets van, oké, ik vind het echt wel spannend. We stoppen en dan ga ik een boek schrijven. En mocht het mislukken, dan kun je alsnog terugkomen naar Nederland. En dan vind je wel weer ergens een baantje. Maar het is niet mislukt en ik vond het ook te gek om naar Frankrijk te gaan. Het was in de Creuse, dat is een departement 400 kilometer ten zuiden van Parijs. Daar woont geen hond. Daar is ook geen hond, geen bal te beleven. Eenzaam. Zeer eenzaam, maar zeer goed om te gaan werken. Om te schrijven, muziek te maken. Nou, ik begin dan een beetje aan dit boek te denken. Ja, nee. Zeer goed voor drank en... Precies. Nou ja, het was inderdaad drinken en roken. Maar ook gezond leven en ook een moestuin die we onderhielden. En ik heb daar, want we hadden dus een kleine boerderij gekocht met vrij veel land erbij. Maar dat was één groot weiland. En wat ik daar gedaan heb, is in de eerste jaren ontzettend veel gemetseld. Dus ik heb overal muurtjes en terrasjes gemetseld. En dat is eigenlijk ook een beetje als schrijven, want gewoon doorgaan. Net zo lang doorgaan tot het klaar is. Ik weet niet of ik dat onderwerp aan snijden. Toen is jouw toenmalige echtgenote gestorven. Ja, mijn vrouw Anna is in 2015 overleden. Die was al 3 jaar ziek. Ik was 3 jaar lang mantelzorger voor haar. Dus het was geen verrassing dat ze overleden. Het was natuurlijk allemaal heel triest. Maar het was ook een opluchting dat het lijden ophield. En ik had net een boek uit en... ik zou een tournee doen door Nederland voor de promotie van dat boek. Die heb ik eerst afgezegd, maar toen was ze overleden. Toen dacht ik, nou kom op, we gaan toch naar Nederland. Ik moet dat boek verkopen. Bovendien wilde ik allerlei vrienden weer spreken. Want ja, ik zat natuurlijk echt in mijn uppie in Frankrijk. En in Heerlen, tijdens een interview bij Schunk, kom ik dit meisje tegen. Ja, die ik dus kende van dat koor uit Heerlen. En zij was Hedy en... Hetzelfde jaar haar partner was overleden en wij belanden in de kroeg en van het een kwam het ander. En hier staat het op, 12 januari 2018 zijn jullie getrouwd? Getrouwd, precies. Ja. En nu hebben we samen een huis gekocht en wonen we in Voerendaal. Ja. Zo gaat het leven. Prachtig. Lijkt wel een boek. Ja. He? Ga je daar een boek over schrijven? Misschien. Kijk, als je het opschrijft dan is het te ongeloofwaardig. Misschien. Nou, even nog één ding. Je hebt die Gouden Strop gewonnen. Dat is voor het meest spannende boek van het jaar. In 2013. Ja. Heeft dat invloed op de verkoop van boeken? Dat had in, zeg maar, de boeken die meteen daarna kwamen, had dat echt wel invloed. Maar inmiddels zijn we alweer 6 jaar verder en dan moet je echt weer gewoon helemaal van voren aan beginnen. Het gaat niet vanzelf. Michael, ik wens je een Gouden Strop met dit boek. Hartstikke mooi. Fijn dat je hier was. Hey Lex, bedankt. Adieu. Adieu.